in 2019 is proberen om zoveel mogelijk pure producten te eten die je lijf makkelijk kan verteren. Dus we gaan nu eens beginnen met het eten van een banaan op het goede leven. Ik vind het echt vreselijk ongemakkelijk. Je bent jong en je wil wat. En in mijn geval is dat dus minder snoepen. En daar ga ik vandaag mee beginnen. Ik ga zo naar de supermarkt avondeten halen, want ik kom net van de redactie. En daar zit dus ook de boosdoener. Ben je aan het doen, Nienke? Ja, dus ik ga nu even avondeten halen. En ik neem jullie lekker mee. Goedemorgen. Nou, zoals jullie weten heb ik natuurlijk niet alleen aan mezelf, maar ook aan Chantal en Ellie beloofd. Dat ik in 2019 ga ontbijten. Max, ja. Wat gaan we doen in 2019? Ontbijten en regelmatig eten. Dus dat is dan ook wat ik ga doen. Bij het schaaltje. Puur natuur bio yoghurt met bosbessen. Nou, dan ga je dat lekker in een bakje. Dan granola laten zo. Banaantje. Lekker. Zo jongens, en het is het zometeen gewoon lekker smikkelen. Goed hè, koffietje, melkje, ja ik vind het enig. Oké, het was super druk in de supermarkt, dus ik durfde niet meer zo goed te filmen. I chickened out. Nu kan ik jullie wel even laten zien wat ik zo meteen allemaal heb gehaald. Maar eerst even vuurtrappen op en mijn jas uit. Be right back. Waar kan je meer verleidingen tegenkomen dan in het centrum van Amsterdam? Zoveel verpakkingen, koekjes, noedelsoep, maar you get my drift. Dat is dus niet grappig. Dus neem ik nu maar een omweg, want hier zijn geen winkels met verleidingen. Yes! Zal ik jullie even laten zien wat ik allemaal in mijn mooie NC-tasje heb gestopt. Zo, een donkerbrood, maïswafel, tomaat, paprika, worteltje, en dan ketchup, feta en een paar sapjes. Ik ben er best wel trots op. Ja. Nou jongens, hartstikke veel plezier. Ik hoop dat iemand met me meedoet om te ontbijten. Lekker. Salut.